Hey, we zijn met elkaar in een thema bezig al een tijdje en dat heet Laat je horen. Nou, dat is altijd goed hè, om ons te laten horen. En ik hoorde net Pastor Mathilde en toen dacht ik, zij is daar echt een voorbeeld van. Ze laat zich altijd horen, altijd vol geloof, altijd vol joy, zoals ze net zei. En dat is zo gaaf, weet je. En ik geloof dat God wil dat we ons laten horen. En mijn vraag daarbij is, wat laten wij horen? Want je kan je natuurlijk wel laten horen, maar wat komt er dan uit? Wat zit daar binnen, zou ik maar zeggen? Wat laat je horen? Ik geloof dat God daar ook iets over wil zeggen. En ik sprak vanmorgen een paar mensen en toen dacht ik, ik weet wel wat er in jouw hart zit. Het ging, ik hoop dat de leeuwinnen gaan winnen vanavond. En ik dacht, ik ook. Helemaal mee eens. Ik heb dat ook in mijn hart hoor, dus komt helemaal goed. En of ze winnen of niet winnen, het is al geweldig hoe ver ze zijn gekomen. Maar je hoort wat er van binnen in mensen afspeelt. Waar zijn ze mee bezig? Waar zit hun denken, hun hart, alles vol mee? Ook een aantal die zeiden, ja, wat Toto, zoveel zin in. Wij ook. Dus dat mag allemaal, hè. Het zijn allemaal toffe en goede dingen. Maar ik geloof dat wat er in ons zit, dat komt er ook uit. En jullie weten dat ik lang leerkracht ben geweest en moest je ook spreekwoorden en zo aanleren. En dan was een van de spreekwoorden, waar het hart van vol is, stroomt de mond van over. Heel goed. En dat is eigenlijk de subtitel van mijn preek, waar het hart van vol is, stroomt de mond van over. En ik denk dat we dat gezegde spreekwoord, ik weet nooit het verschil, sorry. Maar als ik het al niet weet, maar goed. De leraren zijn allemaal heel goed opgeleid hoor. Komt allemaal helemaal goed. Maar waar het hart van vol is, stroomt de mond van over. En soms is het zo goed om te luisteren, waar stroomt mijn mond van over? Want wat spreek ik? Wat komt er uit mij? Want waarschijnlijk zit dat dus ook in mijn hart. Het is zo goed om het ook om te draaien. Wat hoor ik mezelf zeggen? Wat horen anderen mij zeggen? En moet ik dan misschien soms even bij mezelf checken, wat gebeurt daar eigenlijk van binnen? En ik denk, weet je, heel vaak beginnen we van binnenuit en dat is ook supergoed. Maar je kan jezelf testen door eens te horen wat van buiten allemaal klinkt. En wat er allemaal gezegd wordt en gebeurt. Dan weet je, hé, misschien zijn er nog gewoon dingen waar ik wat mee moet doen met mijn hart. Misschien zijn er gewoon nog dingen waar ik aan kan werken in mijn hart. En sommigen zullen hier zitten en denken, oh, oké, ik dacht dat het allemaal best wel al op orde was, maar hè, misschien wil God toch iets doen. Maar ik stond net in de aanbidding en dacht, er zijn ook mensen hier die van zichzelf denken dat het hart gewoon een zootje is. Dat ze het verprutst hebben, dat het gewoon niet oké is en dat ze eigenlijk helemaal niet meer geloven of trots zijn in hun hart en in hun leven. Maar dan juist wil God tegen je zeggen, hé, ik ben degene die in jouw hart dingen kan bewerken. Weet je, ik wil dat het overstroomt van joy. Hoe Pastor Mathilde dat net zei in de tekst. Ik wil dat het overstroomt, zoals Danielle net deed. Van getuigenissen die ik in jouw leven doe. Maar laat mij in jouw hart aan het werk. Want als je het zelf gaat doen, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar mij lukt dat vaak niet echt. Er komen toch dingen, weet je, van de soort van natuur in mij daarboven, waar ik niet echt heel erg trots op ben. Maar de enige die me daarin kan helpen, is God, die in je hart aan het werk gaat. En dan beginnen er andere dingen uit jouw mond te stromen. En andere dingen uit jouw hart en mond voort te vloeien. Dus we hebben allemaal huiswerk. We gaan lekker deze week luisteren. Wat zeggen we nou eigenlijk als er iets gebeurt? Wat komt er nou eigenlijk uit ons als er een situatie anders gaat dan misschien gepland? En heer, heb ik daar misschien nog iets te doen? Ik geloof dat God soms situaties in ons leven gebruikt om ons even wakker te maken. En ons even van, oké, lekkere spiegel. Ik hou er ook altijd heel erg van als je lekker met jezelf geconfronteerd wordt. Maar we zijn allemaal onderweg, toch? We hebben allemaal dingen wat gewoon lekker een zootje is in ons hart. En daarvoor hebben we God. Weet je, als we het zelf konden, hadden we God niet eens nodig. Maar God wil juist in ons leven werken. Hij wil juist, weet je, laten voelen, hé man,
wij zijn een team. Je hebt me nodig. Er zijn dingen in je hart waar je zelf niet mee kan dealen. Er is misschien pijn, verdriet, dingen, boosheid. En dat is iets wat je zelf niet kan handelen. Daar heb je mij gewoon voor nodig. Laten we een team zijn. En er staat het eerste dat ik dacht, laat je horen. Wat zouden we moeten laten horen? Staat in de message. Er staat in Psalm 105 vers 1. Tell everyone you meet. Everyone, hè? Niet de christenen in jouw wereld. Niet de leukste collega, maar everyone. What he has done. Weet je, God wil dat we alles wat hij doet in jouw leven, al voor je idee is het misschien nog maar een heel klein beginnetje. Misschien is het giga, zoals Danielle hier vertelde. Maar ook al begint het, God begint ook soms heel klein, soms ook heel groot. Maar ga die dingen vertellen. Vertel iedereen. Niet alleen maar bij de mensen waar het makkelijk gaat, maar vertel iedereen over wat ik voor jou heb gedaan. Ik werk in jouw leven. En ik moest ook leren dat in het begin moest ik mijn hoofd, mijn focus, mijn hart daarop zetten. Het is zo makkelijk om te zien wat niet goed gaat. Dat is zo makkelijk. Als ik een tuin inloop, ik zie overal dingen die anders zouden onkruid, of dingen die niet goed zijn, of niet. Weet je, dat is makkelijk. Iedereen ziet dingen die niet goed gaan. Je moet jezelf trainen om de dingen te zien die wel goed gaan. En weet je, ik geloof dat daar jouw hart mee gevuld wordt. Waar kijk je naar? Er zit een rechtstreekse verbinding tussen onze ogen en ons hart. Dat staat in de Bijbel. Waar kijk je naar? Waar vul je je hart mee? Joshua had een geweldige preek over de spons. Weet je, van wat komt er allemaal binnen? Wat neem je in jezelf op? Waar is jouw hart vol mee? En er staat in Psalm 112 vers 8. Standvastig in zijn hart en zonder vrees. Dat is wat God eigenlijk voor ons wil. Aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen. Als wij in ons hart zeggen, ik ben standvastig. Dingen gaan soms anders dan ik dacht. Dingen zijn soms teleurstellend. Dingen zijn soms, doe maar op. Maar ik kies ervoor om standvastig te blijven. Om te blijven geloven in God, in zijn plan, in dit huis, in zijn plan, in mijn leven. Ik ben standvastig. En alles wat angst is en wat daarop afkomt, ik zeg nee, Heer, ik blijf staan. En dan staat er aan het eind, ziet hij zijn vijanden verslagen. Dat is wat God voor jou wil. Weet je, ik geloof niet dat nare situaties van God zijn. We leven hier in een verbroken wereld. God wil niet dat het niet goed met jou gaat. Maar er zijn situaties, er is een leven en hij zegt, blijf standvastig. En dan zal je zien dat al jouw vijanden aan het einde verslagen worden. En dat is waar God heen wil met ons. En ik zat erover na te denken, jullie weten, ik ben moeder. Ik ben ook een beetje, hè, vanavond leeuwinnen, een beetje voetbalmoeder. Want mijn kind voetbalt en vindt het helemaal geweldig. Ik heb ook nog Blauwe Maandag ooit gevoetbald. Dus ik moet een vrouwenteam gaan formeren van Erik. Dus help me. Komt goed. Maar voor de upcoming Residence Cup. Maar vorig jaar zat mijn zoon in een team. En ze waren eigenlijk veel te hoog ingeschaald. En het was echt dramatisch. Alle standen, 30, 3, weet je, dat soort. En het is niet echt dat je denkt, goh, wat bemoedigend voor zo'n jochie van 6, 7 jaar, weet je. Dus in het begin dacht ik, ach ja, kan gebeuren, weet je. Maar hoe meer het gebeurde, hoe meer ik dacht, ja, hallo, wie heeft dit dan zo ingedeeld? Nou, alle natuur kwam in mij naar boven. En ik dacht, ik wil dit gewoon regelen. Hier gaat mijn kindje kapot aan. Dit is niet oké. Wat gebeurt hier? Huilen, weet je, je weet het allemaal. En schoudertjes hangen als ze van het veld afkwamen. En als moeder wil je dat niet. Achteraf, als ik nu terugkijk, ben ik zo dankbaar dat mijn zoon zo'n seizoen is doorgegaan. Want als ik nu zie in zijn karakter, wat dat heeft ontwikkeld. Hij kan omgaan met tegenslagen. Hij kan omgaan met verlies. In het begin was hij echt wel van slag van dat soort dingen. En aan het einde, hij zei hij, ach, volgende keer weer een kans, volgend jaar weer een kans. En dacht ik, huh? En toen dacht ik, weet je, soms denken wij, God wil dat het goed met ons gaat. Net zoals ik als moeder. Het liefst wil ik alles van mijn zoontje weghalen wat moeilijk is en lastig en vervelend. Maar ik geloof niet dat dat ze sterk maakt. Het maakt je sterk om soms door dingen heen te moeten.
En ik had ook het idee, weet je, dat eigenlijk God daar zo doorheen komt. En nu ben ik blij dat mijn kinderen af en toe iets meemaken wat niet zo fijn is en wat niet zo goed is. En soms vraag ik me wel eens af, in een maatschappij waar we alles, weet je, zo makkelijk toegankelijk maken, zo dingen kunnen van, nou, je gaat maar doen wat je sterkte is, of leren we nog wel vechten? Leren we nog wel doorgaan? Want dat maakt je hart, je karakter, wat van binnen zit, maakt het sterk. Maakt jou een veel krachtiger persoon dan dat alles maar voor de wind zou gaan. En weet je, vroeger, sommigen van jullie weten dat, toen ik 11 was, werd mijn moeder heel ernstig ziek. En ik had al die jaren in de kindertijd en tienertijd, had ik een vriendin waar we deden heel veel samen. En zij heeft nooit in die periodes, kindertijd, tienertijd, eigenlijk tegenslagen gekend. En ik sprak haar een jaar geleden en toen zei ze, ik wou dat ik meer geleerd had hoe ik daarmee om moest gaan. Want dan krijg je soms later en dan denk je, oh, hoe moet ik dit doen? Weet je, het klinkt misschien raar, maar wees dankbaar als er dingen op je pad komen die soms een beetje moeilijk zijn. Dat klinkt natuurlijk heel tegenstrijdig. Maar ik geloof dat jij daar krachtiger uit kan komen. Het zijn onze testen. Het zijn de momenten waarop je weet, ho, wacht eens even. Maar dit is wie ik ben. Dit is hoe ik hiermee om wil gaan. En dan wordt jouw identiteit, wie jij bent, wordt zoveel sterker. Komt zoveel sterker naar boven. Als er druk op je komt te staan, komt er naar boven wat er in je hart zit. Weet je, en soms denk ik wel eens, vooral als er veel druk op me komt te staan, help, zit dit in mijn hart? Maar dan denk ik, Heer, oké, we gaan hiermee aan de slag. Weet je, soms denk je, ja, dat haalt het slechtste in mij naar boven, prima, dan kan je er wat mee doen. Juist die momenten, gebruik ze om sterker te worden en te zeggen, Heer, u wilt hier iets mee. Het is niet van u, maar ik ga sterker worden. Ik ga verder komen. En ik geloof dat God daar zo erg doorheen werkt. Psalm 84, vers 5 en 6. Gelukkig wie wonen in uw huis. Gedurig mogen zij u loven. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken. Met in hun hart de wegen naar u. Steeds krachtiger gaan zij voort. Er staat letterlijk, als je Gods wegen in je hart toelaat, juist ook in die situaties, zal je steeds krachtiger voortgaan. Is dat gewoon letterlijk? Laat mijn wegen, hoe ik dingen zou doen, kijk naar mij op die momenten en je zal steeds krachtiger voortgaan. Het zit allemaal in ons hart. En Psalm 27, vers 1. Bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? Er kunnen dingen dat je denkt, wow, dit overvalt me, dit is veel, dit is moeilijk. Maar God wil daardoorheen dat je nog sterker aan hem vastgrijpt en zegt, oké, Heer, voor wie zou ik bang zijn? U bent mijn God, wij zijn één team. Dit is wat in mijn hart zit. En misschien probeert iemand daar angst in te stoppen en boosheid en frustratie. Maar nee, Heer, ik geloof dat uw wegen mij verder gaan brengen en dat ik veilig ben bij u. Psalm 58, vers 11. There's a great reward in loving God. Weet je, als je het over een hart hebt, van wie hou jij? Weet je, het is zo'n maatschappij die zo gericht is om van jezelf te houden. Maar God zegt, hey, er zit een grote beloning in van mij houden. Weet je, ik geloof dat we worden misleid daarin. Dat hou van jezelf, je moet vooral voor jezelf. Weet je, tuurlijk, er zitten kernen van waarheid, dat je goed voor jezelf moet zorgen. Dat vindt God ook. Maar ik geloof, hou van hem. Hij op de eerste plaats. Dat gaat je een gezond hart geven. Dat gaat gezond maken in jouw persoonlijke leven. Maar ook in het hart van deze kerk. Weet je, met alles wat ik nu spreek, ik geloof dat dat voor jouw persoonlijke leven geldt. Maar ook in het leven van de kerk. Wat spreek je? Waar is het hart van de kerk? Jullie zijn het hart van de kerk. Waar is het vol van? Waar hebben we het over? Over tieneravonden die bijna de deuren uitbarsten. Tieners die van links naar rechts en weet je, God loven daartussendoor. Denk ik, is dat waar wij als hart van de kerk, wij zijn het hart van de kerk, vol van zijn, over van lopen. Dat we van God houden, van wat hij doet, van wie hij is. Dat stroomt in het hart van deze kerk, in jouw persoonlijke hart. En dan heb ik twee punten. Er staat, tenminste ik geloof dat God
heeft eigenlijk, ik noem het maar even, twee plannen met zijn kerk. En er is een doel wat wij als kerk, waar wij voor zijn gemaakt. Ik geloof dat God wil dat wij een antwoord zijn voor de wereld om ons heen. Om extern iets voor mensen te kunnen betekenen. Dat deze stad beter wordt en dat dit land beter wordt doordat er goede kerken zijn. Ik geloof dat God een enorme roeping op ons en op onze kerk en kerken hier in Nederland die het goed met God lekker passievol vooruit gaan. Dat God daar een plan mee heeft. En weet je wat zo bijzonder is? Eigenlijk gelooft de wereld dat ook. De wereld gelooft ook dat de kerk er is om mensen te helpen, om mensen verder te brengen, om in nood, weet je, te voorzien. Ze kloppen ook vaak op die momenten bij een kerk aan. En dat is echt supergoed. Als we die kracht zouden verliezen, dan geloof ik, wat blijft er dan over? Het moet zichtbaar zijn dat wij een kerk zijn. Dat God een antwoord heeft voor de problemen van deze wereld. Dat God een oplossing heeft voor wat er hier nu op aarde gebeurt. En eerlijk gezegd, misschien komt het ook door mijn leeftijd, maar ik denk, het is volgens mij nog nooit harder nodig geweest dan nu. Dat mensen een antwoord nodig hebben. Dat mensen een oplossing nodig hebben. Dat mensen Jezus nodig hebben. En degene die dat kunnen brengen, dat zijn wij. En God heeft daar zo'n enorm plan mee. En ik had het genoemd het wereldplan voor zijn kerk. Weet je, naar buiten toe. De wereld in. Mensen helpen. Via zending, via allerlei andere dingen. Dat wij het verschil kunnen maken. Dat levens veranderen. De kerk heeft als doel om territorium voor God terug te winnen. Weet je, er zijn stukken verloren gegaan die van God zijn. God wil, houdt van deze aarde, houdt van elk mens die op deze aarde rondloopt. En er zijn gebieden waar mensen dat niet weten, niet geloven, geen idee hebben. En ik geloof dat God wil dat wij daar actief worden. Om territorium terug te winnen voor God. En daaronder zit een ander niveau. Namelijk het lokale plan van zijn kerk. Dus je hebt het over de wereld. We maken een verschil buiten. Overal waar we komen. Wij maken een verschil. Maar dat komt door de kerk heen. Wat hier intern gebeurt, bepaalt hoe krachtig we kunnen zijn naar buiten toe. Ik geloof dat God wil dat we enorm krachtig zijn naar buiten toe. En ik zie ook dat we dat steeds meer en meer mogen en kunnen doen. En daar ben ik echt heel dankbaar voor. Maar er zit nog een proces onder. En dat gebeurt hier. De lokale kerk. In de lokale kerk zijn mensen. Zoals wij. En vaak is het zo dat een wereldplan, dat klinkt allemaal geweldig. Want we kunnen oplossingen bieden, we kunnen mooie dingen doen, we kunnen gave projecten starten. Maar ik geloof dat daaronder een ander proces ligt van de lokale kerk zijn. En dat zit in processen met mensen. Als je namelijk in de lokale kerk komt, is het allemaal niet meer per se van, oh yes, we gaan de wereld redden ook. Maar loop je ook tegen je eigen dingen aan. Je komt namelijk mensen veel dichterbij tegen en God wil daar iets doorheen doen. Daarom heet mijn preek, waar het hart van vol is, stroomt de mond van over. Want dit is het hart waar dat allemaal gebeurt. Waar eigenlijk de basis wordt gelegd om meer te kunnen betekenen. Om verder te kunnen komen in deze wereld. En wij allemaal zijn niet perfect. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Maar daar zit dus de uitdaging. En daar wil ik nog even een tijdje over hebben. Ik geloof dat wij als kerk, daar wil God in werken. Ik laat even Matteüs 16, vers 18. Ik zeg je, jij bent Petrus, maar ik zou zeggen, vul je eigen naam in. Jij bent de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Nou, in de message staat hij nog veel vetter. A church so expensive with energy. God heeft een heel vet plan met onze kerk en met deze kerk. Maar hoe dat gaat werken en hoe dat uiting krijgt,
Dat ligt ook heel erg in onze handen. Hoe we op lokaal, intern niveau met elkaar omgaan. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik vind het altijd makkelijker om een collega die God niet kent te vergeven dan de christen die toch beter zou moeten weten. Maar dat is dus juist onze uitdaging. God zet ons in een familie, in een plek waar je dingen tegenkomt en waar je denkt, nou, dit had ik toch niet van jou verwacht. En wat doe je dan? Wat zit er dan in je hart? Wat gebeurt er dan? Wat komt er dan uit? En soms zijn er misschien dingen dat je denkt, oké, maar werk er dan aan. Dat is ook prima. Maar zorg ervoor dat dat lokale, interne gebeuren niet gaat afhouden van het grote plan wat God heeft. Zorg ervoor dat je zo standvastig en zo sterk bent in, hey, maar dit is Gods plan voor deze kerk. En dat ik dan even ruzie heb met Pietje, of dat Jantje dan even zwaar beledigend tegen me is geweest. Boeiend, ik weet wat hier gebeurt. Ik weet dat ik verder moet komen. Ik weet dat God een plan heeft wereldwijd. Deze stad wordt bereikt, dit land wordt bereikt. En hallo, jammer dan dat ik even met mijn buurman overhoop ligt. Dat zal er dan wel bij horen. Ik ga gewoon verder. Ik sta standvastig en ik ga door. En er staat in Efeze 4, vers 4 en 5. Ik heb hier de Engelse vertaling. De Nederlandse is er denk ik ook. Ja, mogen we de Nederlandse zien als die er ook is. Maar er staat, you were called to travel the same road and the same direction. So stay together. Het is zo makkelijk om op de momenten dat het niet zo goed gaat, lekker weg te lopen. Te denken, ik kijk wel livestream, mijn tijd zal het wel duren, het zal allemaal goed komen. Maar God zegt, hey, blijf samen. Outwardly en inwardly. Dus van buiten, want je hebt ook, ik weet niet, maar je kan ook van buiten net doen of dat het allemaal geweldig, roze geur, maneschijn, je houdt van iedereen. Maar van binnen kan het zo anders zijn. Maar God zegt, both outwardly en inwardly. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar inwardly moet ik wel wat harder voor werken. Soms moet ik iemand wel 8 keer vergeven. En dan denk ik, oké, ik kan nu diegene weer goed aankijken. Dat vraagt heel veel werk van mij. Misschien is het aan de buitenkant niet te zien. Maar God vraagt, hey, ga aan de slag met je hart. Als je merkt, je vindt iets irritant, je buurman, misschien het leiderschap, misschien ik weet niet waar het zit, maar er is iets wat jij echt absoluut niet goed vindt gaan. Heer, ik wil dat in mijn hart zit uw plannen, wat u wil gaan doen. En daar ga ik me naar uitstrekken. Weet je, kwam je vanmorgen met een hart vol zorgen, met een hart vol verwijt, met een hart vol verdriet, boosheid. Dat mag allemaal. Want God heeft antwoorden in zijn huis. Het is goed dat je komt als je hart daarmee vol is. Maar ik geloof dat er ook een next level is. Dat je zegt, ik verwacht dat God iets gaat doen in deze dienst. Ik verwacht, ik heb geloof voor meer dan waar ik nu zit. Ik heb ook wel eens dat ik naar de kerk rijd en dat ik denk, oh, mijn hart, weet je, maar dan zeg ik, Heer, als ik straks terugrij, zal mijn hart zo anders zijn dan dat ik nu heen ga. Want ik ben in uw huis. U gaat oplossingen geven. Weet je, wat verwacht je? Is jouw hart vol verwachting of vol zorgen? Is jouw hart vol met het verleden? Dingen die mis zijn gegaan, dingen die moeilijk zijn geweest. Of is het vol met wat God nu doet en wat hij misschien in de toekomst allemaal gaat doen? Weet je, dat bepaalt zo wat er in jouw hart gebeurt. En het mooie is, situaties kan je niet altijd sturen. Maar God heeft ons wel de kracht en de macht gegeven om te sturen hoe we daarmee omgaan. Hoe leiden wij ons hart? Hoe leiden wij ons denken? Hoe leiden wij onze ziel als er dingen op ons pad komen? Dat heeft God aan ons gegeven. En wat dan zo bijzonder is, hoef je het ook nog niet alleen te doen. Dan wil hij dat ook nog samen met je doen. Zegt hij, pak mijn hand vast, want ik weet waar we heen moeten. Weet je, ik denk dat een van de mooiste gebeden, ik heb zo vaak als ik het juist dan zelf niet meer weet, denk ik, oké, Heer, u moet het echt doen. En dan gebeuren er zoveel mooie dingen. Dat denk ik, ik had dat eigenlijk eerder moeten doen. Ik had eigenlijk eerder God in moeten schakelen. Weet je, het proces wat we hier doormaken, dat vormt ons. Dat verandert ons. God heeft daar een plan mee. Ik heb 2 kinderen, Anna en Tim. En broertjes en zusjes maken wel eens ruzie. Ze houden onwijs veel van elkaar.
echt waar. Maar het, ook bij ons thuis, jullie denken misschien perfect gezin, ook bij ons thuis gaat het wel eens niet helemaal goed. Maar dan denk ik, dat hoort erbij toch? Maar we houden van elkaar. We zijn één familie. God heeft ons aan elkaar gegeven. Er is geen keus om weg te lopen bij je broers of zussen. Of weet je, misschien in het natuurlijke. Maar God heeft daar een plan mee. Blijf samen optrekken. En achteraf kan je er vaak veel anders naar kijken. Zorg dat je de test die juist in het interne gebeuren. Ik weet niet, maar van buiten ziet ons gezin denk ik best oké eruit. Maar intern zijn er echt wel eens battles. Niemand ziet die, maar in het interne gebeurt het. Bepaalt of dat mijn tieners later ook nog van God houden. Bepaalt nu wat er later in ons leven gaat gebeuren. Er zijn interne battles. Hier in de kerk, in jouw gezin, geen probleem. Ga er doorheen. En soms kunnen wij het idee hebben dat conflict, dat dat niet voorkomt in de kerk en niet voorkomt in ons gezin. Dat alles perfect zou moeten zijn en roze geur en maneschijn. Maar dat is niet reëel. Zelfs in de hemel, de Bijbel ergens in het begin, was er conflict. Tussen Lucifer en Satan, ik weet niet hoe je het allemaal wil noemen, en God. Weet je, zelfs daar. Wie zijn wij dan om te denken dat wij dat allemaal wel hier met onze imperfecties nooit tegen zullen komen? Dat het allemaal perfect moet zijn? Nee, dit soort dingen gebeuren. Maar God gebruikt het om ons groter te maken, sterker te maken, meer genade te krijgen. Dat hebben we toch allemaal nodig. Maar blijf niet vastzitten in situaties. Weet je, groei daar bovenuit. En ik weet dat Pastor Erold ooit tegen mij zei, weet je, als je in de lucht kijkt, ik hou van natuur en zo, dan heb je van die kraaien, die kwitteren allemaal tegen elkaar. Dat, je weet wel, hè? Dat is echt een hele herrie. En een arend, die kiest ervoor om daar boven te gaan vliegen. En waar zitten wij? Als er iets gebeurt, is het, of is het, nee Heer, ik vlieg daarboven. Ik ga naar u kijken, wat voor dingen geeft u aan, welk antwoord wilt u geven. En ik geloof dat er dan heel veel andere dingen gaan gebeuren. In Matteüs 18, zo is het ook bij jullie Vader in de hemel. Hij wil niet dat één van deze geringen verloren gaat. God wil niet dat één van ons verloren gaat. Of één van ons die we nog gaan redden. Als één van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Als ze niet luisteren, ga je gewoon verder met van ze houden, genade te oefenen. En weet je, God heeft een plan. Hij zet allemaal dit soort dingen erin, omdat dat niet zou horen in zijn kerk, omdat het nooit gebeurt. Nee, hij zet het erin, omdat dit gewoon real life is. En dan in Hebreeën 10, vers 24 en 25. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. In plaats van weg te blijven van onze samenkomsten zoals sommigen doen. Elkaar juist bemoedigen. En des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Weet je, het is onze verantwoordelijkheid om je hart goed te houden. Het is niet Gods verantwoordelijkheid, hè? Het is onze verantwoordelijkheid. Het is onze keus of dat wij vergeven. Het is onze keus of dat wij toch lief blijven hebben. Ook al gaan er dingen soms anders dan wij hadden verwacht. En ik geloof dat juist God door dit alles heen juist ons aan zijn hart wil trekken. Er staat in 1 Samuel 1. Er staat, the only thing I've been pouring out is my heart. Pouring it out for God. Weet je, het enige wat God van jou vraagt is, oké, kom maar met dat hart. Stort het helemaal bij me uit. Alle goede dingen, alle mooie dingen, alle vervelende dingen, alle rot dingen. Stort het bij mij uit. Niet bij anderen gaan praten, stort het bij mij uit. En daardoorheen komt Gods antwoord. En weet je wie dit zei? Hanna zit hier voor, maar Hanna in de Bijbel. En weet je wat zij had? Elke zondag voor de deur van de kerk stond iemand haar keihard te pesten. Ze kon niet zwanger worden, ze kon haar man niet geven wat ze eigenlijk graag wilde. En iemand, de vrouw die dat wel allemaal kreeg, stond voor de deur van de kerk te zeggen, je bent niks waard, wat doe je hier? Als je dan je hart
zo goed houdt dat je zegt, en toch blijf ik naar God kijken. Ik gooi mijn hart voor zijn voeten. God weet het. Ik blijf het van hem verwachten. Hoeveel pesters en weet ik wat ook om mij heen. God is het antwoord. Wat een sterk karakter. En dan staat er 1 Johannes 3, de laatste tekst. For God is greater than our worried hearts. Weet je, God is groter dan alles wat er in jouw hart gebeurt. Geef het over aan hem. Misschien ben je trots op dingen, misschien ben je helemaal niet trots op dingen. Maar God wil vandaag jou dichter aan zijn hart trekken. Zodat jouw hart, door wie hij is, zijn hart gedownload wordt in jouw hart. Dat jouw hart steeds gezonder wordt en steeds sterker. Omdat het iets is wat rechtstreeks van hem komt. Ik hoop en ik bid dat iedereen vandaag dichter aan Gods hart komt. Het hart waar je moet zijn. Het hart wat jou gezond maakt. Het hart wat deze kerk gezond maakt. Om daar naar te blijven kijken. Lieve Vader, dank u wel. U bent een goede God. Heer, dank u wel dat u zo'n onwijs mooi hart hebt voor ons. Heer, u hebt alles gegeven. Heer, uw hart ging altijd uit naar ons. Naar mensen die u nog niet kennen. En Heer, we willen meer en meer op u lijken. Help ons in ons hart. Heer, soms komen we dingen tegen waar we helemaal niet blij of niet trots op zijn. Maar help ons om meer naar u te kijken. Heer, om steeds gezonder te worden van hart. Heer, om standvastig te zijn zoals in uw woord staat. Zonder vrees, zodat aan het einde al onze vijanden zijn verdwenen. Heer, dank u wel dat u ons zo'n hart wil geven. En dat wij als gezond hart in deze kerk mogen functioneren. Zodat meer en meer en meer de stad, het land, de wereld zal zien wie u bent. Dank u wel. Amen.